Goedenavond. Vanavond voor de tweede keer in Purmerend. Vanavond beoefenen we het samenspel tussen TS4 en TS6. TS4 komt aan, moet een tijdje zijn eigen inzet doen. TS6 komt daarna achteraan en daarna moeten ze gezamenlijk daar de inzet draaien. We zijn in Purmerend, we zijn op de kubus. We hebben de kubus zo geprobeerd te maken dat ze in ieder geval objecten hebben die wij in ons verzorgingsgebied kunnen tegenkomen. Zowel oudbouw als nieuwbouw. En daarop gaan ze hun inzet draaien. Ja, we gaan zo weer met ze meekijken. Buiten de brand zien. En ze geven nu een middelbrand hoor. Aan de AC. Alarmcentrale. Nou, ze zijn nu aan het zoeken waar ze naar binnen kunnen. De meldster geeft aan dat ze niet weten of de bewoners thuis zijn. Dus we gaan uit voor slachtoffers. We zijn allebei de woning. Nou, de straal wordt opgevoerd. Kunnen ze naar binnen. Buiten de kubus nog wel. Heb jij mijn woord? Geen touw daarvan. Ik kom naar boven. Ze komen nou weer binnen. Ze hebben net het slachtoffer naar buiten gebracht. En ze gaan nou de ruimte afmaken. Alles is links. We gaan niks over kennen. Ja, het is goed. Het is goed. En 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, hebben overlegd met elkaar of ze verder kunnen, ja of nee. En zitten nu rechtstreeks achter de deur van de brandwacht. Kijk even wat de brand. Wat is dat? De achter ons. 110, 130. Michael, even wachten. Brandwacht gevonden. Je ziet stroming van de rook. Dat komt omdat de deur open staat. En ja, dus wij nemen eigenlijk zuurstof mee naar binnen. En dat vindt de brand wel lekker. Rook is niet verdicht. Wacht gewoon een stroom in. Deze gang nog niet alle deuren gaat halen. En we gaan straks terug. Hoi, als deze uit is, gaan we terug. Ja? Ja, hij is uit, dankjewel. We zijn weer terug in de kazerne in Monogram. Dit was onze vlog. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.